Dag meisjes en jongens van het vijfde jaar. In deze videoles gaan we nog wat dieper in op ons thema de industriële revoluties. En ik start met kort samen te vatten welke belangrijke dingen de vorige les aan bod kwamen. Jullie zouden nu al moeten weten dat er twee industriële revoluties hebben plaatsgevonden. De eerste moeten we situeren, ja, midden 18e eeuw, rond de start van de 19e eeuw in bepaalde landen. De tweede moeten we situeren naar het einde van de 19e eeuw toe. En ja, we hebben daar toen op pagina 33 een tabel bij gezien. En leerlingen die tabel nog niet hebben ingevuld, kunnen die misschien nu even aanvullen op basis van wat jullie hier zien. Dus pagina 33 in de werkbladen. Pleasure to meet you, Mr. Eiffel. The tower is truly magnificent. Thank you, my lady. But that's too much honor for me. Let's see if France is the only country with a masterpiece. Voilà the English. They bought a steam train. A lot of hot air, if you ask me. Austria, 0 points. Ah, Mr. Edison. Yes, Mr. Edison. With an invention to light up my tower. Let's see what they have in Holland. It's a door. A table. A door table. Waar ging dat over, meneer Heineken? Geen idee. Abra Figaro, bravo, bravissimo. Abra Figaro, bravo, bravissimo. Hatte fortuna, hatte fortuna, hatte fortuna, no mancherà. La 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 la. Jullie zagen zo net een reclamefilmpje van de bierproducent Heineken, een recent reclamefilmpje. En waarom laat ik jullie dat zien? Wel, dit filmpje geeft weliswaar een beetje een overdreven beeld, maar anderzijds wel ook wel een goed beeld van hoe de wereldtentoonstellingen eraan toe gingen. En daar gaan we het nu in het eerste deel van de les over hebben, over wereldtentoonstellingen of expos. We zullen zien dat vanaf halfweg de 19e eeuw jaarlijks in een land een expo wordt georganiseerd. Telkens in een ander land. En dat land gaat dan aan de rest van de wereld proberen voor te stellen welke vernieuwingen op technologisch vlak er dit jaar hebben plaatsgevonden in dit land en welke dat in de kijker moeten gezet worden. En het was niet zo dat enkel dat land daar de voorstelling deed, ook heel veel andere wereldlanden werden uitgenodigd. Ze kregen daar een paviljoen of een klein gebouw, waarin dat zij ook mochten laten zien aan de andere landen welke technologische evoluties er zoal hadden plaatsgevonden. En het was dus in 1889 in Parijs dat de Nederlandse bierproducent Heineken dit nieuwe product kwam voorstellen. En wij als België werden meestal ook uitgenodigd en we hebben daar ook heel wat dingen voor gesteld doorheen de jaren. Ja. Hier zie je een postkaartje. Een postkaartje van die wereldtentoonstelling uit 1889. Foto's daarvan heb ik niet gevonden. Ik denk dat dit zo net was voor de uitvinding van de fotografie. Dus ja. Fotobeelden heb ik er niet van, maar het geeft u wel een beeld van hoe die tentoonstelling eigenlijk tot stand kwam. En het is naar aanleiding van deze expo dat de Eiffeltoren is gebouwd. Helemaal vooraan in het gebied waar dat de expo werd gebouwd, stond dan die Eiffeltoren en dan zie je daar allerlei paviljoenen waarin landen hun nieuwigheden mochten voorstellen. En wie goed kan kijken, kan al een aantal nieuwigheden per land zien op die postkaart. Dus dit is eigenlijk een heel interessante bron om zo'n beetje een beeld te krijgen van hoe het er toen aan toe ging. Een van de eerste wereldtentoonstellingen vond trouwens in Groot-Brittannië plaats in 1854. En wat ik daar even van wil zeggen is dat naar aanleiding van die tentoonstelling Crystal Palace werd gebouwd. En dat was op dat moment een absoluut technologisch hoogtepunt. Het was een mega groot gebouw in staal en in glas.
En zeker staal was op dat moment een heel nieuw product. En daarmee lieten de Britten aan de wereld zien, kijk eens wat wij kunnen, hoe ver we staan. De voetbalsupporters gaan die naam misschien kennen. Ik denk dat het tot vandaag nog altijd de naam is van een voetbalploeg in Londen, Crystal Palace. En ook de naam van een voetbalstadion, als ik me niet vergis. Voilà, dus ja, die posters, die postkaarten, die geven ons eigenlijk wel een mooi beeld van de sterke vooruitgang die er aan de gang was, hè, in die 19e eeuw. Het was ongelooflijk in de ogen van veel mensen, dat leren we ook uit bepaalde getuigenissen en bronnen, hoe snel het ging. En ja, het leven van bepaalde mensen werd hierdoor ook echt wel beter, hè, door al die nieuwigheden. Voilà, jullie zagen al een aantal posters, jullie zagen een reclamefilmpje, een postkaart. Wel, ik hoop dat je ondertussen al een goed beeld begint te krijgen van welke impact die industriële revoluties hadden. We gaan daar nog een beetje op doorgaan. Hè. Wat we nu gaan doen is proberen twee beeldfragmenten te analyseren. En jullie mogen pagina 35 erbij pakken. Daar staan een aantal vragen op. Vragen die passen bij beeldfragmenten die je dadelijk kan gaan bekijken. Wel, hoe ga je dat doen? Ik ga die beeldfragmenten hier niet in het filmpje laten afspelen, maar je mag de QR-code scannen. De QR-code in je werkbladen op pagina 35 en zo kan je de filmpjes op je smartphone gaan bekijken en de vragen oplossen. Je mag dit filmpje nu even op pauze zetten, je mag de opdracht uitvoeren en als je het gevoel hebt dat je alle antwoorden gevonden hebt, als je klaar bent, dan mag je dit beeldfragment verder afspelen. En dan gaan we de antwoorden samen verbeteren. Het eerste beeldfragment. Op de vraag welk beeld toont het filmpje over de industriële revoluties, zou je moeten antwoorden eerder negatief. En dan, waarom vind je dat? Geef een argument. Daarbij heb ik geformuleerd. Ja, die acteur, Charlie Chaplin, die wordt letterlijk meegetrokken door de machine. En je zou dit kunnen beschouwen als een kritiek op de toenemende werkdruk tijdens de industriële revoluties. Of een kritiek op de gevaarlijke werkomstandigheden die in de fabrieken ontstaan. En hier, meisjes en jongens, komt nu voor het eerst een negatief aspect van al die vernieuwingen aan bod. Hè, waar we in het begin van de les het vooral gehad hebben over de positieve kanten, duikt hier, en in dit geval in een Hollywoodfilm, ook een schaduwzijde of een negatieve kant op. Vraag C, wat was het doel van de makers, denk je? Wel, daar zou je verschillende dingen op kunnen antwoorden. Hè. Bijvoorbeeld aantonen dat die nieuwe werkmethodes gevaarlijk zijn. Het zou kunnen zijn dat de regisseur effectief via zijn film iets wilde aanklagen. Maar je zou even goed kunnen zeggen, ja, winst maken. Hè. De filmmaker wil winst maken. Of nog anderen zouden zeggen, kijk, dit is een komische acteur, dus het doel van de maker is om mensen te doen lachen. Ik denk dat er daar verschillende antwoorden mogelijk zijn. We gaan naar het tweede beeldfragment. Wat vind je hiervan? Eerder positief of eerder negatief? Toen ik het voor het eerst zag, noteerde ik eerder positief. Wel, waarom? Hier wordt de kracht van een auto benadrukt. Maar eigenlijk zou je het ook als eerder negatief kunnen beschouwen. Misschien hebben sommigen van jullie dat opgeschreven. En dat omwille van het licht komische karakter van het filmpje. De zangstem die klinkt een beetje vreemd. De auto rijdt over ongebruikelijke wegen, zoals bijvoorbeeld over een pijpleiding door water. Er wordt gesuggereerd dat die wagen op zeep kan rijden, wat natuurlijk onzin is. En daardoor zou je het ook kunnen bekijken als een knullig filmpje. Een filmpje dat het allemaal wat in het belachelijke trekt, die industriële revoluties. Wat is het doel van de makers? Wel, mensen overtuigen van de degelijkheid van de nieuwe Ford. Ik denk dat dat bijna altijd het doel is van reclame, de mensen overtuigen om hun product te kopen. Jullie beginnen ondertussen al een goed beeld te krijgen over wat er zo allemaal veranderde in die periode voor de mensen. En dit dankzij een heel aantal bronnen uit de periodes van de industriële revoluties. En we gaan er nog een tijdje mee doorgaan, want dit is een schilderij dat al gemaakt is in de 18e eeuw. Dus je moet dit gaan situeren eigenlijk in de periode echt rondom het ontstaan van die eerste industriële revolutie. Dit schilderij is van de hand van George Robertson. George Robertson was een landschapsschilder.
Maar waar was hij uniek in? Wat deed hij anders dan zijn vele collega's? Hij ging ook in beeld brengen welke negatieve gevolgen die industriële revoluties hadden op de omgeving waarin hij leefde. En dit schilderij, je ziet de giftige dampen op de achtergrond opdoemen, je ziet het afval liggen. En daarmee zou je eigenlijk kunnen stellen dat al bijna 300 jaar geleden George Robertson iemand was die aan de mensen wilde laten zien, pas op, door het kapitalisme, door de industrialisering, zijn er ook een aantal schaduwzijden. Zoals natuurverontreiniging, zoals het ontstaan van een ongezonde leefomgeving. Ook dit schilderij is van George Robertson. Opnieuw brengt hij afval in beeld, een vervuild riviertje zie je, en je ziet hoe dat zijn omgeving waarin hij woont gedomineerd wordt door fabrieken, waardoor de omgeving nogal grauwer uitziet. En hij gaat dat ook echt benadrukken door donkere kleuren te gebruiken, door mistige schaduwen te creëren op zijn schilderij. Dus even samenvatten dat George Robertson, dus een Brits landschapsschilder was, schilderde eind 18e eeuw en bracht die industriële revolutie niet zo positief in beeld. Een tweede voorbeeld is Louis Hine. Louis Hine leefde wat later, hij werkte tijdens de 19e eeuw. Geen Brit, maar een Amerikaan. Maar dankzij Louis Hine hebben we een schat aan informatie over de arbeidsomstandigheden in de fabrieken in die periode. Hine trok vooral in de Verenigde Staten rond en ging op bezoek in fabrieken en naar het schijnt stelde hij zich voor als een journalist en hij vroeg aan de fabriekseigenaars, mag ik een kijkje komen nemen in jullie fabriekshallen? Ik ga een artikel schrijven over jullie firma. En op de meeste plaatsen werd hij met open armen ontvangen. Fabriekseigenaars dachten dat kan ons positieve publiciteit opleveren. Maar wat ging Hine doen? Hij ging niet zozeer de positieve kanten in beeld brengen, maar hij ging close-up afbeeldingen maken van mensen die aan het werk waren. En dankzij die foto's weten we ondertussen heel goed dat die omstandigheden in de Verenigde Staten, maar eigenlijk ook in West-Europa, eigenlijk echt miserabel waren, heel slecht waren. Jullie krijgen van mij opnieuw een opdracht. Jullie gaan deze keer pagina 36 erbij pakken. En op pagina 36 staat een klein kadertje bovenaan. Ik ga een heel aantal foto's van Hine laten zien, een twintigtal foto's. En het is de bedoeling dat jullie tijdens het kijken naar de foto's een aantal dingen gaan opschrijven. De vraag is in feite, wat leer je over de arbeiders- en werkomstandigheden eind 19e eeuw op basis van deze foto's? Dus ik herhaal, pagina 36, noteer wat je leert over de arbeiders- en werkomstandigheden eind 19e eeuw op basis van deze foto's. Ik ga ze op jullie afvuren gedurende een tweetal minuten. Hier komen de foto's van Louis Hine. Voilà, ik hoop dat je een aantal dingen hebt opgeschreven. Ik wil hier nog even bij zeggen dat deze reeks foto's echt wel aantoont dat er een nieuwe sociaal-economische verhouding ontstaat in de,
in de maatschappij. Hè? Waar we vroeger eigenlijk in de middeleeuwen en de nieuwe tijd een verschil hadden tussen mensen op basis van hun afkomst. Waarmee bedoel ik, was je van rijke afkomst, was je van adel, dan had je vaak een goed leven. Leefde je op het platteland, dan was de kans al iets minder groot op een aangenaam leven. Woonde je toen in de stad? Ja, dan had je het vaak ook wel moeilijker. Maar nu zien we dat er duidelijke klassen ontstaan. En sociaal-economisch worden mensen als volgt onderscheiden. Je hebt de klasse van de rijke ondernemers. Dus mensen die bedrijfseigenaar zijn of die mede-eigenaar zijn van een bedrijf. Die vaak wel rijk gaan worden. Dan heb je een heel grote klasse van mensen die kiezen voor een job als arbeider. En wat blijkt? Bijna al die mensen blijven arm. En het zijn al deze mensen, arbeiders, die je net in beeld hebt gezien. Dat is opvallend. En welke mistoestanden komen aan bod in die foto's? Wel kinderarbeid, slechte werkomstandigheden. Je hebt op het einde ook een aantal ongezonde woningen gezien. En we zullen hier later nog wat op doorgaan. We gaan nog werken met de bekende, ik denk een van de bekendste Belgische films ooit, Daans. Hè. We gaan aan de hand van Daans hier nog wat op doorgaan, maar dat is voor later. Nu, dit is de 19e eeuw. Ik wil er toch wel even op wijzen, meisjes en jongens, dat ook vandaag de 21e eeuw die industriële revoluties en de negatieve gevolgen daarvan voor een stukje wel doorleven. Hè. Als je bijvoorbeeld, kijk, dit voorbeeldje onder de loep gaat nemen. Hè. Dus als jullie een t-shirt kopen van 29 euro, ja, dan zie je hoe het geld dat daaraan verdiend is, hoe dat verdeeld wordt. Hè. Je ziet dat daar gemiddeld 17 euro van naar de winkel zelf gaat, het grootste deel. Maar dat de personen die het gemaakt hebben, hè, loon, kledingsarbeider, zie je hier helemaal rechts onderaan. Ik ga het eventjes aanduiden. Voilà. Dan zie je dat er eigenlijk maar 18 cent naar de arbeider gaat. Vaak zijn dat arbeiders die dergelijke t-shirts maken in lage loonlanden, hè, in Aziatische, Zuid-Amerikaanse landen. En dat die slechte arbeidsomstandigheden daarom bestaan op dit moment, is een aantal jaren geleden pijnlijk duidelijk geworden toen er een grote fabriek in het arme land Bangladesh instortte. En daar kwamen toen heel veel mensen onder het puin terecht. Men ontdekte daar ook kinderlijkjes onder het puin. Deze foto toont dat ook aan. Dus het bestaat nog. Het is niet zo dat dat voorbij is. Trouwens, Bangladesh ligt hier. En daar zijn toen 1129 mensen gestorven. En spijtig genoeg zijn er nog wel heel wat landen en omgevingen waarin dergelijke arbeidsomstandigheden bestaan. Dus de industriële revoluties, ze leven vandaag nog altijd door en ook de negatieve gevolgen. We gaan naar het einde toe. Rest mij alleen nog om samen met jullie eens te kijken naar de onderzoeksvraag. Herinner u nog, 3 lessen geleden zijn we gestart met een onderzoeksvraag en ik denk dat jullie nu in staat moeten zijn om daar een antwoord op te formuleren. En die vraag die luidt als volgt op pagina 36 onderaan. Door technologische vernieuwing gaat het steeds beter met de wereld. Om af te sluiten zou ik willen dat jullie daar een antwoord op formuleren. Dit gaan we nu niet verbeteren tijdens het filmpje, maar hier gaan we wel op terugkomen tijdens een volgende les. Dus het is echt wel de bedoeling dat iedereen dat nu gaat noteren. Door technologische vernieuwing gaat het steeds beter met de wereld. Je gaat zeggen waarom je daarmee akkoord bent, waarom dat je daar niet mee akkoord bent. Of heb je een tussenpositie, dat mag ook, maar formuleer het daar. En de volgende les gaan we daar iets mee doen met jullie antwoorden. Gaan we die antwoorden met elkaar uitwisselen en een specifieke werkvorm aankoppelen. Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je werkbladen vlot hebt kunnen aanvullen tijdens dit filmpje. En wij zien elkaar volgende week opnieuw. Dag.